Sterke punten, snelheid, voetenwerk, bal vast. En je ziet gewoon dat hij gewoon een hele goede reflex heeft. Heeft Ajax je al gebeld? Ja, dat is door ze. Relax. Yes. Oké. Okay. Dat maakt niet uit. Doe maar. Yes. Ja. Nu speel je mee. Juist. En door. Juist. Oké. Okay. Oké, Ivan. De keeperstrainer van VV Heino moest wel een keertje met zijn ogen knipperen toen hij de 16-jarige Ivan voor het eerst aan het werk zag. Tijdens een proeftraining had hij na zijn eerste redding al door dat hij niet met een doorsnee amateur te maken had. Als je gewoon vergelijkt met dezelfde leeftijd, zeg maar, hier bij de vereniging, dan steekt hij daar gewoon mijn kop en schouders bovenuit. De lengte en zijn mentaliteit, trainen, dat zit er gewoon echt 100% in. En dat hij gewoon veel stappen verder is als hij op dat moment de jeugd van zijn eigen leeftijd. Ivan zelf is wat bescheiden over zijn niveau. Maar na wat doorvragen vertelt hij dat hij in zijn thuisland in de opleiding van een profclub zit. Lokomotiv Kiev. Nou ja, dat is niet знаю. Тренировки 6 раз на тиждень в Києві дали побі. Sterke punten, snelheid, voetenwerk, bal vast. Dus de bal klem vast, zeg maar. En je ziet gewoon dat hij gewoon een hele goede reflex heeft op zijn leeftijd. En dat merk je gelijk ook bij de grote, als hij meedoet met de grote. Echt lang had de keeper niet nodig om de trainer in Heino te overtuigen. En we hebben gezegd, als je wil mag je blijven, mag je gelijk meedoen met de grotere jongens, zeg maar. En dat wou hij. Nou, en zo is hij eigenlijk bij ons aangehaakt. En mocht hij van ons gewoon blijven, dus dat is, en dat vond hij geweldig. Еще у выходные дни были игры, так что я весь тиждень играл в футбол. Inmiddels heeft Ivan ook zijn eerste wedstrijden voor Heino erop zitten. Ze hebben me aangemeld bij de KNVB en heeft gekiept bij Jong 19-2. Daar is een keeper tekort en heeft hij prima gedaan. Dus, ja, want volgens mij zijn de resultaten in het aantal tegengoals wel... Het is daar wel verminderd. Ja. Nou, ja, maar dat is het teken dat hij het goed doet, zeg ik altijd. Dus, Normaal gesproken. En de trainer? Die hoopt dat de profclubs deze pupil voorlopig nog even niet op de radar krijgen. Ja, ik vind het heerlijk om ook met hem te trainen. Het is uniek. Dat maak je niet vaak mee. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Dus dan is het mooi als je dat ook als je dat mee kunt maken en dat je hem daar ook nog wat bij kunt brengen. Heeft Ajax je al gebeld? Ja, dat is door ze. Maar ik denk niet dat je zo'n jongen, als die echt in de picture komt, is hij gewoon weg. Voor zijn leeftijd is hij gewoon prima. En dan een andere club die gaat het ook zien.